Oh ja, ik zie sneeuw en ik zie vrouwen in truien met lipbalsem. Hoi, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Nou, als je mij al langer volgt, en dan heb ik het niet over een paar maanden, maar een paar jaar, dan weet je waarschijnlijk wel dat ik elk jaar rond kerst of ja, rond die feestelijke periode mijn kerstcadeau tips, ideeën, inspiratie met je deel. Nou, dat doe ik uiteraard dit jaar ook weer. Mijn kantoor werd afgelopen jaar een soort van hoofdkantoor van de kerstman. Ja, daar leek het in ieder geval op. Bezaaid tussen allemaal super toffe cadeaus en producten en gift sets en van alles wat ik in deze video ga laten zien. Nou probeer ik altijd wel rekening te houden met elk budget. Dus wat kleinere cadeautjes, iets betaalbare cadeautjes te laten zien. Maar ook duurdere cadeaus. En dit jaar zitten er dus ook echt een paar hele luxe, dure, extravagante cadeaus in. Vind je dat niks en heb je echt zoiets van wat belachelijk? Dat is natuurlijk helemaal oké. Maar ik vind het gewoon heel erg cool om je te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En je hoeft het niet letterlijk, weet je, dat ik je nu met een lijstje de stad instuur van ga dit en dit kopen. Haal er ook vooral gewoon inspiratie uit. En dat is eigenlijk wat ik je wil laten zien. En je kunt je natuurlijk vergapen ook aan cadeaus waarvan je denkt, wow, zo duur. Maar als je dat nou vervelend vindt om te zien, dan is het misschien goed om even te weten van tevoren. Oké, we gaan beginnen. Maar allereerst, ben je gek op beauty, make-up, van alles eromheen? Wil je reviews zien, eerste indrukken? Abonneer je dan ook zeker even op mijn kanaal via de rode abonneerknop onder deze video. Er zijn dit jaar best wel wat merken die cadeautjes hebben die je in de kerstboom kunt hangen. Dus een soort van ornamenten voor je kerstboom, maar het is echt iets wat je later kunt gaan gebruiken, omdat het een product is, een tool. Dit zijn dus wat kleinere cadeautjes en ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb het achter me liggen. Bijvoorbeeld Real Techniques. Die heeft een mini kwastje. Hij is echt super lief. Dit is een medium-sized head travel sized mini-medium sculpting brush is het. Nou, onwijs leuk ook om wellicht iemand te geven die veel reist. Zo'n klein kwastje. Maar niet eens voor op reis per se. Ik denk dat hij in je handtas ook al handig kan zijn. Als je het fijn vindt om make-up bij te werken door de dag heen voor je poeder. Ja, Real Techniques kwasten zijn ook gewoon echt heel top. Dan heb ik ook nog in dit super schattige piramidetje een sponsje van Real Techniques. Deze hebben ze in meer variaties. Ze hebben volgens mij ook echt de Miracle Complexion Sponge. Wat een van mijn favoriete sponsjes is voor foundation. Hebben ze ook in zo'n uitvoering. Ja! EcoTools, ook een fantastisch merk voor kwasten en sponsjes. En EcoTools heeft het ook. Contour Kabuki is dit voor poeder, bronzer, highlighter. Maar die zit dus ook heel schattig hierin. Dit vind ik een heel fijn sponsje van EcoTools. Met ook nog eens een mooie gouden houder. Een gouden ring waar die op kan staan. Kiko heeft een leuke collectie uit voor de feestdagen. Arctic Holiday. Zitten heel veel mooie producten in. Maar dus ook een klein kerstboomvormig sponsje. Wat je dus ook echt in de boom kunt hangen. Oh, en dit is nog een kwastje van Real Techniques. En dit is een van mijn favoriete foundation kwasten. Maar dan dus in het mini. Super tof. En dan heeft Essie voor de nagels ook nog eens twee hele leuke setjes. Ook deze hang je trouwens niet in de boom. Die kan eronder. Maar deze hang je wel in de boom. En heeft ook echt een vorm van een kerstbal. Hoe leuk. Super leuk. Twee nagellakjes. Nou, die rode nagellak past nog eens even heel goed bij mijn outfit en mijn lipstick op dit moment. En dan zit er een topcoat bij. Topcoat is ook altijd handig. En dan is dit setje. Heel lief ook. Die kun je niet ophangen. Nou, wellicht. Je ziet hier wel een gaatje dat je er een strikje doorheen kunt doen. Of je maakt deze echt tot een strik en hangt die aan de boom. Dus het zou ook nog kunnen met gel couture. Dus dan heb je ook weer een nagellak en een topcoat. En dus weer ook zo'n bordeauxrode kleur. Maar dan van de gel nagellak van Essie. Dit ruikt echt mega lekker. Het lijkt net een zakje snoep. Maar hierin zitten allemaal bath bombs. En het zijn dus net snoepjes van de Body Shop. Zo leuk. In zo'n tasje weet ik niet zeker of ze hem ook zo verkopen. Ik zie hier wel een streepjescode. Maar ik weet in ieder geval dat ze los te koop zijn. Dit zijn er best wel veel. Oh. Verschillende geuren. Pink grapefruit. Candy plum. Dat ruikt ook heel erg lekker. Vanilla delight. Mango. Strawberry. Moringa. En green tea. Dus dat zijn een beetje de populaire geuren van de Body Shop. Waar ze ook body butters en zo van hebben. Ook een heel leuk klein cadeautje. Zeker voor iemand die gek is op in bad gaan. Ook iemand die wel een bad heeft natuurlijk. Belangrijk. Ik denk dat de Body Shop gewoon een ontzettend goede winkel is. Als je niet weet wat je moet geven. Het zijn echt onwijs leuke eyecatchers. Nou, kijk. Zoiets als dit. Dit is een robot. Spaarpot. Zit hier een gleuf in.
Maar er zit natuurlijk geen geld in. Kan ook. Er zit producten in van de Body Shop. Draai hem open. En binnenin zit een selectie van minis van de Body Shop. Perfect om een geur mee te proberen. Voor reizen, maar ook als je het gewoon fijn vindt. Veel verschillende shower gels te gebruiken. Of hier zitten lipbalsems ook in. Een mini mango shower gel. Aardbei. Kokos. En dan in dezelfde geuren 3 lip butters. Echt heel tof. Nou is deze wel heel erg kleurrijk, maar er zijn ook wat meer neutralere gift sets in mooie kartonnen dozen. Heb ik ook wel eens eerder laten zien voorgaande jaren. Die maken ze ook elk jaar weer. Ze voelt ook zoiets. Dit is een wat chiquer cadeau. Ja, iets wat ik voor mezelf heel lekker vind, maar wat ik bijvoorbeeld ook zou kunnen voorstellen dat je het aan je moeder geeft. Hier zitten allemaal maskers. Lekker zwaar. Kun je gewoon een maskertje uitkiezen waar je zin in hebt, of waar je behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld een energizing masker, een clearing masker, clarifying polishing masker, fresh plumping masker en purifying glow. Echt, dit is zo'n heerlijk verwend pakket. Weet je, een masker is sowieso vind ik best wel een verwend product. Ja, ik vind dit echt ook een top cadeau. Ik gebruik de elektrische tandenborstel van Oral-B al jaren. Ik poetsel jaren elektrisch. En de Genius 9000 is nu super mooi uitgevoerd in het roze en goud. Echt een prachtig cadeau. Daar is hij. Hij is niet alleen heel mooi, maar ook heel geavanceerd. Je krijgt er van alles bij. Bijvoorbeeld een mooie reisetui. Dat is deze. Maar er zit ook een app bij. En daarmee kun je zien of je al goed poetst. Hoe je gepoetst hebt. Als je bijvoorbeeld ruimte achter je kiezen bent vergeten. Iets wat vaker voorkomt. En hiermee weet ik hoe ik gepoetst heb. Het geeft me veel zekerder, rustiger gevoel. En ik vind het ook heel fijn dat hij verschillende standen heeft. Want bijvoorbeeld de tweede stand, die gebruik ik eigenlijk altijd. Dat is het veertje, als je hem hier ziet. Ik heb best wel gevoelige tanden, die is daar perfect voor. Die zijn nog net even wat zachter. Maar de tandenborstel reageert er ook op als je te hard drukt bijvoorbeeld. Wat ook kan zorgen voor geïrriteerd tandvlees. En mijn tanden en mijn tandvlees zijn al gevoelig. Mondverzorging is heel belangrijk. En hiermee kun je gewoon zoveel, waardoor je nog beter en nauwkeuriger gaat poetsen. Op een manier die bij jou in je gewit past. En hij is gewoon ook echt ontzettend mooi met het roze en goud. Ik vind hem echt heel tof. Hij kan zo tussen mijn sieradencollectie staan. Ik heb ook zo'n roze en gouden doosje. Ik vind het echt een beauty. Dus lijkt me ook een heel tof cadeau. MAC die pakt met de feestdagen ook dit ontzettend uit. En ik kreeg dit super schattige tasje. Deze lipkit opgestuurd. Nou, dus dit is een etuietje. Met een disco balletje eraan. En daarin zitten 3 mini lipsticks. Ze zijn echt heel heel schattig. Kijk. Er zijn meerdere lipsetjes. En dit is de Cool lipset. Lipkit. De lipsticks zijn allemaal heel neutraal. De kleuren Kinda Sexy, Boca en Cocktail Kiss. Kun je bijna niet fout mee gaan. Ik ben dol op mooie bruin tinten. Kinda Sexy had ik zelfs al. Als je juist een keer een lipstick wil proberen. Ik maak bijna nooit lipstick op. Dan is dit super leuk. Ik ook tippen als cadeau. Ja, over lipsticks en lipstick sets gesproken. Dior heeft een hele hele mooie. Best wel lastig te verkrijgen. Ik zag hem via de Dior website. Maar misschien als je het nog eens vraagt in een parfumerie dat ze hem wellicht ook hebben. En wat ik heel cool vind aan deze set zijn een paar dingen. Allereerst ziet hij eruit alsof het gewoon een Dior clutch is. Hij is echt super mooi aangepast. Ze hebben tassen met een logo wat hier heel erg op lijkt. De make-up is toch vaak wat klassieker bij Dior. Maar dit vind ik echt onwijs stoer. Het is echt een hele mooie clutch. Een heel mooi tasje. Aan de binnenkant zitten de lipsticks. En een hele grote spiegel. Vet mooie rode binnenkant. Maar wat ik dus heel cool vind is dat je één bijou lipstick hebt. Dit zijn navullingen. In allemaal verschillende kleuren. Dus je kunt kiezen welke kleur je wil. En die doe je dan in deze lipstick. Kijk, nu zit dus al een lipstick in. Maar die trek je er zo uit. En dan vul je hem dus met een andere lipstick. Dat vind ik echt super tof en leuk gevonden. En het is gewoon echt een hele, hele mooie set. Ook super mooi om zo neer te zetten. Ik vind het echt een perfect cadeau voor iemand die dol is op lipstick Dior. En ook heel erg op de haute couture van Dior. Dior tassen, accessoires. Heel mooi cadeau. Ben je wel dol op beauty? Of is degene waar je het cadeau aan geeft wel dol op beauty? Maar niet zo van een hele felle lipsticks en meer van verzorging. EOS heeft ook een super leuk setje. Nou, EOS is van de leuke ronde lipbalsempjes. Je ziet het hier ook wel in. Het lijkt meer een beetje een paas setje als ik er zo naar kijk. Oh ja, ik zie sneeuw en ik zie vrouwen in truien met lipbalsem. Er zit in peppermint mocha, vanilla bean en sparkling ginger. Dus dat zijn deze super schattige lipbalsems. NYX vind ik ook een onwijs leuk make-up merk. En ik ben altijd heel blij als een leuk merk waar ik fan van ben voor de feestdagen ook leuke cadeausets heeft.
Deze vind ik namelijk wel echt fantastisch. Allemaal vloeibare lipsticks van NYX. Het zijn vrij neutrale tinten, matte en metallic. Je ziet het op de achterkant ook. Ik vind dit ook echt heel, heel leuk. En perfect dat het minis zijn. Ja, is het ook niet zo erg als een kleur in zit die je misschien niet zo heel mooi vindt. Druk de prijs natuurlijk ook. Dan kun je het toch proberen. Nou, deze post ik al een tijdje geleden op Instagram. Het Daisy parfum van Marc Jacobs. Dat is al jaren mijn favoriete parfum. En er is nu een hele, hele mooie uitvoering. Oeh, kijk, het spiegeltjes. Deze uitvoering van parfum is heel, heel luxe. Zeg maar gelijk even erbij. Je ziet het ook wel met het goud en dan de kristallen op de dop. De bloemen zijn bezaaid met kristallen. Dit is een hele exclusieve uitvoering van Daisy van Marc Jacobs. Maar er is ook een betaalbaardere variant die ook super mooi is. Net wat extra's heeft. En volgens mij nauwelijks meer kost dan de normale variant. Nou, je ziet al, het is ook wel een hele feestelijke verpakking. Het is wel iets minder milliliter. Dit is 50 milliliter en de andere was 100. Maar kijk even hoe mooi dit al is. Toch dat feestelijke, toch dat bling. Het matte glas vind ik prachtig. Dit is toch ook wel echt een eyecatcher. Dit kan wel echt een hele leuke tip zijn voor iemand die fan is van het parfum. Ik vind deze ook wel echt heel erg mooi. Starskin is een geweldig maskermerk. En heeft ook een hele leuke box voor de feestdagen. Verwarrend. Bosbox. Hier zitten verschillende sheet masks. Het is een soort boekje. Onwijs leuk. Verschillende maskers. Deze wil ik al heel lang een keer proberen. En er zit ook echt een idee achter dat je die maskers gaat gebruiken. Ja, in een week lang. Dus elke dag een masker. En dan zou je huid helemaal fabulous en helemaal hersteld moeten zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Kan ook gewoon prima. Ik doe één keer per week een maskertje. Meestal gewoon één keer per week een maskertje doen. Ik vind het ook echt een tof cadeau. Ook omdat er lekker veel verschillende soorten maskers in zitten. Super leuk. Ook voor je lippen bijvoorbeeld alleen. Heel cool. Real Techniques had dus hele leuke schattige kwastjes om in de boom te hangen. Maar ze hebben ook weer toffe sets. Dit is een limited edition set met echt ja, hele coole duochrome faded. Hoe zeg je dat? Ombre verpakkingen. Stelen, laat ik het zo zeggen. Dit is de Eliminate and Accentuate set. Hierin zitten een paar grote kwasten, maar ook wat kleinere kwastjes in. En sponsjes, die ik heel fijn vind van Real Techniques, naast de kwasten. Oogschaduwkwast, shadingkwast, smudgekwast, bronzerkwast. Super tof. Ja, voor iemand die echt van een glowy bronzing look houdt, van contouren, van highlighten, denk ik dat dit een mooie set is. Make Up Revolution is een heel betaalbaar merk. Heeft ook weer te gekke cadeaus. Zoals dit. Dit is echt een joekel van een set. Had op zich niet zo heel groot gehoeven. Maar goed, er zit alsnog wel echt een heel groot oogschaduwpalet in. Met een basis en twee kwasten die er ook wel heel leuk uitzien. Ik kan bijna niet in beeld houden, zo groot is het. Dit zijn hele mooie neutrale tinten, dus je zit hier best wel veilig mee. Denk ik. Mooie kwastjes. Ik vind dit ook wel echt te gek. Het is een enorm pakket. Heel erg leuk. Bij Benefit kun je ook zeker even gaan kijken voor toffe cadeaus. Beauty and the Bay. Kijk nou hoe leuk. Het is een soort van bol. Ik krijg een beetje een glazen bol idee ervan. Ik vind het erg leuk. En als je het eraf haalt, dan hebben de producten gewoon heel mooi hier uitgestald. Hoola bronzer. The Real mascara. Potlood. En highlighter, vloeibare highlighter. Tof! Nou, dit is officieel volgens mij een adventkalender. Maar het is meer een adventkast. Met allemaal blaadjes erin. Kijk. Van Charlotte Tilbury. Elke dag een laadje met daarin een product. Bijvoorbeeld make-up remover. Nou... Dit vind ik wel zo leuk. Dit is ook echt iets. Dit kun je bewaren. Dit kun je neerzetten. Dit kun je houden. Kun je eventueel sieraden in gaan doen bijvoorbeeld ook. Achter elk deurtje zit een ander product. En achterop kan je natuurlijk wel alles vinden. Mocht je het echt willen weten. Dit is wel echt een hele mooie luxe adventkalender. Ik vind hem onwijs tof. En er zitten verzorgingsproducten in. Maar ook make-up producten. Van alles wat. De tijd is gevlogen. Ik wilde niet te lang over elk cadeau en dingetje praten. Maar als er nog vragen zijn over producten, laat het vooral weten. Dan kan ik het altijd even nazoeken. Als het goed is, is alles nu te koop. Sommige producten of cadeaus zullen wel extra hard gaan, uitverkocht raken. Dus dat is altijd iets waar ik niet zo goed rekening mee kan houden. En ik hoop gewoon ook vooral dat je inspiratie hebt kunnen halen uit deze video. Heb jij nog een tof cadeau gezien? Een leuke gift set? Iets wat je
gekocht hebt of misschien wel wat je gekregen hebt. Laat het vooral hierachter in een reactie. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doeg!